Net als jij. Oh nee, wacht, bij jou ging niet dood. Wow, wat ben jij een vuile, hey, jij deed, vuile bitch. Jij deed... Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X, de Avatarlog, samen met Sander van Gaming SB. Hallo Sander van Gaming SB. Hallo Sander van... Of, nee, kijk. Ik wou een grap maken, maar nu is de grap... You failed me again. Ik bedoel Justin van Justus Percamentus. Gewoon om te fucken, maar toen... Toen deed ik het fout door mijn eigen naam te... Jij loser. Ik ben even bang voor de gymleader als ik dat zo zie. Welk level is die? Welke type? Rock. Rock? Nee. Wel? Heb ik tijd? Oh, ik heb water natuurlijk. Is water perfect voor rock of is dat al in ground? Oh, ik heb King Alert, dus dat is fighting. Dat is sowieso, dat weet ik. Water is volgens mij ook super effective op rock. Nou, dat is dan op beide. En dan is gras alleen op ground. Ik zit te bedenken, ik heb volgens mij helemaal niks goeds tegen rock. Oh, jawel. Ik heb Meryl. Weet je waar ik laatst aan dacht? Nog niet. Nou, hoe weinig poison type gym die er eigenlijk zijn. Natuurlijk zijn er ook weinig dark, maar... Ja, ik weet het zo ook niet. Ik weet ook daar. Poison eigenlijk... volgens mij ook, want je hebt... ik kon alleen aan Koga en die Rock Chick van Gen 5 denken. Ja, ik zou het zo ook even niet weten. Maar ik ben ook nooit zo heel goed met welke gym leaders er ook weer allemaal zijn, hoor. Nee, oké. Okay. Waarom doe ik geen vuuraanval? Jij zegt ook niks. Oh, doe een vuuraanval. Ja, hij is nou wel dood. Geef ik je een tip, is het nog niet goed. Oh, ja. Sommige mensen zijn ook zo kies. Ik moest hem weer aandragen, die tip. Hè. Dat is natuurlijk wel wat je vergeet bij te vertellen. Alsof ik jouw scherm kan zien. Ik kan niet ruiken wat je doet. Dat zou wel handig zijn, trouwens. Hey, god, kun je mij dat eventjes geven? Nou, dan laat ik een scheetje, hè? Oh, nee, dan hoeft het niet. Hm. Waar zit je nu ergens, Sander? Ik vecht nu tegen een Electric. Oké. Okay. Van een Team Flare Grunt, volgens mij. Oh, ja, daar ben je, ja. Oké. En dan doe ik zo'n mutshotty. En dan doet hij zo van... Nee! Oh, laat maar. Hij is niet dood. Ik denk dat is wel een one-hit KO. Maar nee. Oh, ik ben al niet step natuurlijk. En ik ben nog geen ground type, dus daarom kan hij me paralyzen. Ik denk al. Ik denk, ik word geparalyzed, hoe kan het nou? Is deze game rigged? Maar, nee. Was dat maar zo. Nee, was dat maar niet zo trouwens, wat? Mm. Jij loser. Wajo, er gebeurt iets wat ik helemaal niet wou. Okay. Is er nog een Pokémon dood? Nee. Je kunt je ook echt niet met een Pokémon team alleen laten, hè? Nou, hij is niet dood. Doe eens rustig, jonge Kees. Kees van Gaming SB. Ja, druk, maar ik had beter. Ik had beter kunnen healen. Denk me nu. Te laat. Ja, dat is best wel te laat. Oké, een Krogunk en een. Nog iets. Scraggy. Oeh, ik weet niet wat ik tegen die Scraggy ga doen. Die Krogunk is op zich niet zo erg, want dat is. Krogunk-achtig. Nou, ik. Die Scraggy is niet zo erg, die Krogunk. Ik heb natuurlijk geen Steel-type of... ik kan wel mijn Ground-type straks inzetten. In plaats van dat die Esper dan eventjes die Krogunk kapot maakt. Ik bedoel, je bent letterlijk Psychic, gast. Wanneer? Letterlijk Psychic. Wanneer leert Meryl Dazzling Gleam? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dazzling Gleam... 38. Wow, heb je dat zo snel al? Yo, ik zeg gewoon een random level. Jij bent echt een beetje. Je ziet me ook kijken in zo van... Ik dacht echt minder. Van... Wow, Sander is on fire. Maar nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Als het nu 38 is, dan vind ik wel...
Oh lol, en hij evolueert zo meteen al naar Azumarill, bedenk ik me nu. Maar welk level is het nou? 21, en hij evolueert op level 18 eigenlijk al. Maar hij is pas net... Maar leert hij hem ook als Azumarill? Ja, want maar... dan kun je een beetje niet evolueren. Nee, ja, hoe heet het? Hij leert Dazzling Gleam helemaal niet in deze game, zie ik. De eerste Fairy-type move die hij leert is op level 50. What the fuck is dit? Pokémon X en Y Avatarlock. Volgens mij hoor. Maar ik kan vaak hebben. Och, wat ben je weer? Een bitch. Het kan ook Omega Ruby of Alpha Sapphire zijn. Maar volgens mij hebben we die al geëindigd. Shit denk, the fuck up. Ik denk dat het Pokémon X en Y Avatarlock. Sander, hebben ze jou nooit verteld dat jij niet moet denken? Oh, mijn Bunnelby evolueert. Nu is hij wel een ground type. Dat klopt, ja. Had je... Laat maar. Nee, nu ga je die zin afmaken, want ik ben nu te nieuwsgierig. Ik wou zeggen van, had je je fossiel nog niet ingeleverd, maar je hebt je fossiel nog niet. Nee. Nope. Ik wou dat ik een fossiel had, maar ja. Ik vecht nu zo'n dubbel battle. Nou ja, die is dus nu net klaar. Is hier dan... Kan ik nu dan zo'n fossiel zeggen van... Hey, mag ik die? Ja, zometeen bij de scientist. En dan moet je de jaw... Alleen... De jaw fossiel pakken. Dat is de... De goeie, zeg maar. En wat is die ijstype? De sail fossiel. Dit doet me echt heel erg denken aan Gen 1. Daar heb je toch ook zo'n scientist met twee fossielen. Mm-hmm. Er komt Team Rocket nog langs. Dat is alleen in Jelle. Hey. Hier hebben we Team Flare. Mm-hmm. Het is letterlijk hetzelfde. Ja, als ik alleen maar op A had gedrukt, dan was het goed geweest. Maar Sander, dat was ook een beetje de intentie van deze game, hè? Om, om zowel oude als nieuwe fans weer te laten genieten van de game. Vandaar dat er ook zoveel Kanto-Pokémon's in zitten. En vandaar die Snorlax op de bridge. Precies. Dat was het idee van deze game ook, zeg maar. Ik vind op zich wel leuk dat je twee starters hebt. Ondanks dat het is wel een beetje OP. Ja. Maar, dit is geen idee. Moet ik nu weer helemaal teruglopen? Dat end? Je hebt net als goed is een escape rope opgepakt. Staat hij hier bij... Volgens mij stond hij laatst. Dat was denk ik in Sword and Shield. Daar stond hij in zo'n escape rope in key items. Oh ja, ja, hier niet. Daar ik ook dacht van wat voor. Oké, dan moet ik dat hele stuk met Rhydon weer doen. Ja, dat helaas wel. Oké, dat maakt niet uit. Waarom? Ga naar voren. Ik kan echt niet met die Rhydon. Ik weet niet wat het is met die controls, maar ze zijn net iets anders of zo. Nee? Ik ben heel eventjes aan het concentreren. Want ik word echt gerekt door een Relicant. Hoe hoog level is de gym? De leader? Ja. Dan moet ik heel even kijken. Weet je, als hij level 88 is, dan stop ik ermee. Hij is level 88. Nee. Waarom zie ik het niet? Versus, ik kan dit nog sneller. Kut. Ik weet niet hoe de tweede gym die er heet. Even kijken, ik ben er al. Ik ben er al, Sander. Doe eens even rustig. Level 25. Brand is... Wacht even. Level 25. Ik zei het net, bitch. Oh, echt? Ik was eerder. Want ik heb dat niet gehoord, dus je kunt dat gewoon zeggen. Je bent echt een asshole. Oh, Beedrill is dood. Staan we nu gelijk? Ja. Wat? Het probleem is echt dat Rock echt de minst handige type is voor mij om tegen te spelen.
dit wordt echt heel moeilijk. Nu heb ik gelukkig genoeg Pokémans. Maar jij hebt geen fighting type of... Nou, niet bij me in ieder geval. Dus ze zijn allemaal heel laag level. Oh, okay. Ja, wel een water type. Alleen, ik moet nu tegen een Relicant. Nee. Hè? Die fucking kut Relicant is dood. Maar ik ben wel Beedrill kwijt. Ik ben echt salty nou. Heb je geen glas Pokémon dan? Of elektrisch? Nee, nee Sander! Die heb ik niet. Sorry. Ik wist niet dat je kwaad werd. Jongen. Zo van, ja, nee, daar heb alleen maar poke. Zo van, nee, ja, daar heb ik zelf nog niet aan gedacht natuurlijk. Nou, ik probeer gewoon te helpen. Oh, tuurlijk. Gast, ik wil toch niet dat je doodgaat? Ik wil alleen dat je meer desem. Wow, wat een hater weer. Wat een hater. Anders, nou, dat bewijst maar weer dat ik echt beter ben. Kijk, op één keer kun je het natuurlijk niet, dat is een beetje een flauwe vergelijking. Dus, vandaar. Aha. Vandaar dat ik nu nog niet wil zeggen dat ik beter ben. Maar stel, het zou nu nog een keer gebeuren, dat is geen toeval meer. Oké, Sander. Ja, nee, ja, dat... Als jij weer level 60 bent, als we bij de tweede gym zijn zo, dan... Bruh. Don't be so salty about this. Rage, dat ben ik wel. Echt. Maar ik leer hem wel. Dit duurt zo lang. Rage is echt kut, maar ik leer hem wel. Wie was dood? Beedrill. Er zijn wel eens erger. Oh, mijn scary face. Dank je. Je hebt gewoon een scary face, Sander. Nee? Dat hoor ik vaker. Dat dacht ik al. Nah. Hoe durf je? Is dit het einde? Ik weet niet of dit het einde is. Want dan moet ik zo nog zo'n gas... Nee! Ik wil gewoon om je heen lopen, Rhydon. Waarom stap je aan die kant af? Brandon. Of, nee, Brandon is... Is generatie 3. Hoe heet deze gast? Weet ik niet. Noem hem Vincent. Vincent. Nee, ook echt doen. Ja, zo heette die, zei jij. Lol, weet je dat we gewoon strength hebben? Dat zie ik wat? Nu pas. Nee. Ja, echt. Nee, ik heb ze net gecheckt. Oh, ja, ik heb wel strength. Wat? Maar ja, dat zag ik ook pas nu. Oké. Alles oké, okay, Sander? Nee. Nee, ik heb het in de Ik heb niet, dus ik word gepest door het game. Ja, of je kan het spel niet, dat kan ook. Nee, nee, dat is geen optie. Ah, oh, oké. Okay. Ik ben zo bang voor deze game. Kijk, ik wil zo'n Tyrant die... In de Pokémon Sword en Shield hebben ze wel echt een hele hoop dingen verbeterd, joh. Zoals? Dat je als je in Pokémon menu zit, dat je op I kunt drukken om te switchen. Yeah. Dat je als je een Pokémon vangt of krijgt, dat je die meteen in de party kan doen. Maar dat is niet iets van, want dat was bij Sun and Moon ook al, hè? Oh ja, klopt. Nu je het zegt. Ja, klopt. Nee, dat... Wacht. Ja, ik ga het niet opzoeken. Ik ga niet vechten als het niet nodig is. Oh, deze kan ik ook al skippen. Ik ga gewoon direct naar de gym leader. Dit wordt de dood of de gladiolen. Hoogstwaarschijnlijk de dood. Hè, maar ik krijg hem niet terug, mijn fossiel. Nee, je moet altijd. Dat is in elke game zo. Moet je even naar buiten lopen en dan naar binnen lopen. Nou ja. Oh, Milan, moet je dit wel doen? Sander, moet ik dit wel doen? Welke van de twee Sanders bedoel je? Want ik noem die jou. Hè? I'm researching. You have if you have a fossil, bring it here. Bruh, ik heb je zo net een fossiel gegeven.
Oh, heb je een spot open in je... Ja. Party. Ah. Maar hij zegt letterlijk... If you have a fossil, bring it here. Had ik een spot open, heb ik nu mijn ding verloren? Nee, dat kan niet. Nee, dat zou ik dus ook denken. Praat ik met de verkeerde? Aerodactylite? Oké. Ik praat waarschijnlijk wel met een goeie. Pot Ember, ja, maar de... Nou, nu ben ik boos. Ik ben uitgelopen. Oké, doe het wel nog een keer. Oei. Ik ben er weer in. Oké. Je hebt zo'n fossiel voor mij, hè? Nee. Heb ik iets verkeerd gedaan? Waarschijnlijk. Nee, je kan het niet fout doen. Kan ik de dinges niet opgepakt hebben? Fossiel? Heb je er een gekozen? Want dan heb je hem ook meteen. Dan heb je hem ook meteen. Hoe ben ik hem kwijt? Is mijn bag vul? Nee, dat kan ook niet. Nee, want Aerodactylite heb ik ook. Die heb ik zojuist gekregen. Wat ja, maar je bag kan ook niet vol in de nieuwere games, hè? Oké. Ja, ik ben nu echt salty. Ik weet niet... Hoe dan? Je doet waarschijnlijk iets niet goed, maar ik weet even niet wat. Generation... One of the two fossils. Glittering Cave, ja, die heb ik. Maar... Lost. Ja, sorry dat jullie geen gameplay zien, maar boeien. Ik zit even te kijken. Tyrant. Ja, weet je. Eerst maar even healen, als ik nog een heal item heb. Daar had ik even over na moeten denken. Gone. Ik zoek op missing. Missing misschien? Missing? Ik zit dus midden in de gymfight. Die best pittig is. Stomp. Oké. Midden in een zoektocht naar fucking... Waar mijn fossiel is. Wat? Ik dacht dus, ik heb hem net gegeven. Toen had ik geen ruimte in mijn party. Dan zit hij gewoon in je box. Nee, want hij zit niet in mijn... Zit hij in box 2? Of box 1? Godverdetiefes. Vermoeiend. Maar... Welk level is hij? Als ik een Pokémon vang... 20. Als ik een Pokémon vang, dan gaat hij in de box waar ik op sta. Waarom gaat deze dan ineens naar de eerste box? Wat een onzin. Oké. Geef het spel maar weer de spel. Salty moment. Ik denk dat ik Beedrill toch ook eruit ga doen. Want dan kan ik die... nog een electric type meenemen. Of Pentium. Maar dan heb ik geen fighting en geen... Dark kan ik hebben, alleen dan heb ik geen fighting meer. Ik doe toch Beedrill weg. Net als jij. Oh nee, wacht, bij jou ging die dood. Wow, wat ben jij een vuile bitch. Jij deed dat met Pikachu ook, gast. Jij deed dat met Pikachu ook de hele tijd. Maar Sander, ik heb de gym wel verslagen, dus ik ben echt een blije jongen. Maar waar is de gym? Waar moet ik naartoe? Oké, je moet dus in dat ene grote gebouw waarvan je zei van, waarom is dit niks? Daar moet je doorheen. En dan moet je van de trap af helemaal en dan die route in, zeg maar. Oeh, wing attack. Ah, kwart nou. Dat is kwart nou. Wow.
Umbrella Aquarium. Leuk, mooi. En Medicarp, hey, die ken ik. Een magische karper. Ja. Nou ja, zo magisch. Oh, wat is dit? Dat komt is ineens een bikini babe op me af, jong. Die geeft jou een item finder. Een browsing machine, ja, dat klopt, maar dat is de nieuwe item finder, zeg maar. Ja, maar... Oh, ik moet battelen. Oh, ik loop echt heel ver achter, volgens mij. Yep. Nou, heel ver. Het valt op zich ook wel mee, hoor. Oh, het klinkt heel ver. Ja, maar het valt wel mee, want je bent bijna in het volgende stadje. En dan kan je gewoon zeg maar naar boven en dan is het zover. Supersonic, auw. Oh, please, ga niet confused raken. Ik heb alleen maar één electric type nodig. Zo'n Thunder Shockje vind ik al helemaal genoeg, joh. Als je maar niet confused raakt. Niet confused. Please. No. Boggers. Ja, 4 keer effective, dus dat killt wel, dat is mooi. Goed zo. Oké. Alleen ik heb niet zoveel aan die Helioptile in de gym. Denk ik. Nee, dat klopt. Ik zou... Maar goed, ik wil hem toch trainen. Ja, precies. Want kijk, weet je, Squirtle kan het wel aan. En dat is ook wel gunstig voor in de gym. Maar ja, die is al echt wel al hoog level. Ja, daar ga je hem zo mee kunnen sweepen, zeg maar. Ja. En misschien zelfs met Tyrant zou ik proberen die Tyrant te kunnen. Aangezien Dragon is een super effectful Dragon. Mm-hmm. Maar het is wel een risico natuurlijk. Ja, ik zou dan eerder gewoon met Frogadier gewoon KO'en, zeg maar. Ja. Ja. Ik heb ook alles met Azumarill gedaan, dus. Oh? Ja, oh, die werd gekend. Was dat dan een mannetje ervoor of zo? Nou ja, die werd dus lastig. Maar uiteindelijk moest ik die ook killen met Azumarill. Omdat het anders niet lukte. Maar ja, toen ging Beedrill dood. Dat was very sad. En nu ga ik een Pokémon vangen die ik heel graag in mijn team wil. Yay! Zin in! Oké. Okay. Ja, nou, succes. Ik gun het je van harte. Dank je. Oké, okay, ik ga dit niet langer. Hé, hey, een Golett. Die mag ik ook vangen, die is psychisch. Oh ja. En Rock. Toch? Ja, volgens mij wel, ja. Of Ghost. Oh, dan is hij misschien niet psychisch, ik weet het niet meer. Ik ga het even opzoeken. Nee, doe ik leer, wat doe ik? Oh, Sandy, je kan echt niks. Oh, hij is niet psychisch, hij is Ghost. Maar wacht, Ghost mag ik ook, toch? Ja. Ja, als het goed is wel. Wie zou anders coast mogen? Helemaal niemand. Precies. Dat dacht ik ook. Oké, ik kom op potion. Zodat mijn ex niet doodgaat. Dan doet hij een confusion. Dan ga ik dood. En dan... Dan take ik damage, bedoel ik. En dan doe ik zo'n dragon rage. En dan is hij helemaal dood. Water pulse, maar dat is not very effective, toch? Yes! Psyduck is near. Nice. Oké, nou. Deze swimmer is ook weer verslagen. Maar kan ik er nu niet langs? Heb ik mezelf gesoftlocked? Nee. Dat leek maar zo. Volgens mij hebben ze dat al voor gezorgd in de games dat dat niet kan, zeg maar. Cilia City, is dit er? Ja. Ik zie nog weinig Kim. Nee, je moet zeg maar die geasfalteerde weg omhoog volgen. Ah ja, ik zie het al. Oh, hier is ook de bike shop, zie ik. Dat klopt, ja. Sander, weet je welke Pokémon jij in de volgende route mag vangen? Geen idee. Best wel veel, maar sowieso Houndour. Oeh, die is wel vet. Ik ga die wel vangen, maar ik denk niet dat ik hem ga gebruiken aangezien... Ja, ik heb Dark al in mijn pantje natuurlijk. Mm-hmm. Het ziet allemaal niet uit als een gym. Wat is dit?
te twijfelen. Misschien dat we die uit mijn team. Oh, dit is Rutte 10. Nee. Daar moeten we niet naartoe. Oké. Hoe ziet de gym eruit? Want ik zie hem niet. Je moet zeg maar dat geasfalteerde weg volgen omhoog. En dan kom je vanzelf de gymleader tegen. En dan moet je die gymleader volgen. Ik had niet verwacht dat we omhoog moesten. Hm. Dat zei ik net wel al. Je zei een volgende geasfalteerde weg. Omhoog, dat zei ik meteen de eerste keer ook al. Oh, echt? Oh, nou dan heb ik niet goed geluisterd. Sorry. Nee, oké, ik weet weer genoeg. Oh. Huh? Nee, waarom ging je nou dit doen? Gast. Waarom ging die ineens vallen? Fuck. Nou, moet ik dat hele end weer teruglopen? Oh ja, dat had ik ook. Dat zei ik, toen zei ik nog tegen jou van waarom doet hij nou iets wat ik niet wil? En toen dacht je dat er een Pokémon dood was. Oh, ha. Dat gebeurde bij mij ook. Hé, hey, dit is 20% kans dat ik hem tegenkom. Waarom ben ik hem dan nog steeds niet tegengekomen? Wat is dit voor oplichterij? Oké, deze Pokémon wil ik ook wel, maar dit is een 5% Pokémon. Nog steeds niet de Pokémon die ik wil. Oh, ik zie al wat er fout gaat. In dit stukje gras is hij. 5%. Oeps. Dat is niet handig. Nee. Oh, dit is zo'n klimmuur. Alleen doen ze hier zonder zekering. Gewoon YOLO. Veilig, gewoon YOLO. Allemaal mensen gaan dood in die gym. Ja. Yeah. Boeien. Doable is Birkenrock? Ja. Is dan ground super effective? Ik zou gewoon een wateraanvalletje doen. Ja, of puur. Oh nee, dat is niet handig, nee. Want vuur doet gewoon keer 1 waarschijnlijk. Dit was ook niet de Pokémon die ik zocht, maar dat geeft niks. Webbel gaat neer. Oh, niet eens in 1 keer. Oh, hij heeft Sturdy. Oké, nee, dan... dan snap ik het. Ik denk al. How dare you, man. Ik snap al hoe. Oké. Webbelman is... neer. Oké. En mijn Helioptile. Ik heb bijna de naam genoemd. Is ook een leveltje omhoog. Wat ga ik daar tegen doen? Helemaal niks. Misschien Tyrant. Oh nee, wacht. Ik kan gewoon King Alert. Dat is het handigste. Dus. Ik vecht hier tegen een Solosis. Trust of Corrupt. Yo. Ik vind dat ook echt als chill dat in Sun and Moon en Sword and Shield je gewoon kunt zien van hey, dit is super effective. Of, oh nee, yep. Dit is toch niet super effective. Ik bedoel, zo leer je de typings denk ik ook beter. Ja, ben ik het zo mee. Letterlijk te zien. Ja, zullen we na jouw battle zo meteen de aflevering beëindigen? Ja, is goed. Hoeveel je zit nu in een battle, toch? Ja, ik ben tegen die Relicant, maar dat gaat nog niet erg hard. Oh, ja. Die is ook echt vet hoog level, ja, trouwens. Hè? Ja, dat weet ik. Ik weet er alles van. Ik heb echt geen één Pokémon die zo hoog level is. Ja, mijn Frogadier, maar... ja. Jee, de Pokémon die ik zocht. Waters. Oh, water is neutral natuurlijk. Dan doe ik wel water pulse. En dat kan ook nog confusen natuurlijk, hè? Kan. Doet hij niet, maar het kan wel. In HP en asleep. Oh, dit is kut. Oké, wacht even. Ik ga mijn note inzetten. Alhoewel, Rocktomb is natuurlijk niet not very effective op hem. Yeah, ik heb hem gevangen. Maar ik break wel die mold, jongen. Ik break die mold. Alsof het
mold is die ik break. Oké, Lees wees eerst. Oké, hij doet water gun. Oké, dan heb ik hem gefixt. Die Relicant is inderdaad echt wel een bitch. Een bitch. Ik moet nog heel eventjes en mijn... Meneer. Oké, ik moet nog heel eventjes een nickname geven aan mijn Pokémon die ik net heb gevangen. Dat is mooi, dan kan ik nog even gauw naar... hoe heet het lopen? Naar de Pokécenter. En even zien dat al mijn Pokémon level up raken. Die ik heb ingezet dan. Snap ik. Want dat wil ik ook maar al te graag. Toen loop ik net in de trainer. Godverdomme. Met 3 Pokémon's ook. Des te meer tijd voor mij om naar Pokécenter te rennen. Ja, ik kan deze eventueel wel gewoon doen offscreen, want het is toch een simpele fight. Dan wil ik wel gewoon de aflevering beëindigen. Okay. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Sander heeft ook een kanaal. Die staat in de beschrijving. Ik denk dat ik wel eventjes mijn Pokémon... Daar zijn jullie natuurlijk allemaal op geabonneerd. Ja, precies. Dat denk ik ook na zoveel afleveringen met de andere Avatarlok erbij. Ja, en natuurlijk de prachtige Twitch streams waarbij ik de beste mod van de hele zeker, mod is. Zeker. Ik denk dat wel dat ik mijn Pokémon's even tot level 25 allemaal ga trainen, zodat we in ieder geval iets, een beetje op level zijn. Ik denk dat ik ook een beetje ga trainen. Ik denk dat ik tot level 20 ga trainen, de meeste. Ja. Oh, dat zijn alleen draakvrouw en... Ja, je mag eventueel tot level 25 gaan hoor, want de Pokémon zijn best wel gelukkig. Iedereen bedankt voor het kijken. Adios, amigos.